Ik heb mega honger. Kunnen we eten? Oh, hamburger. Met heel veel frietjes. Beste van McDonald's. Jop. Oh, mannen, oh man. Oh, wat is dat voor een bal? Die heeft de kleur van een hamburger. 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 Die bal neem ik in ieder geval mee. Hé, hé, hé. Ik heb een super idee. Laten we naar McDonald's gaan en hamburgers eten. Super idee. Kom op, schiet op. Je wilt een hamburger? We hebben net pas ontbeten. Heb je niet genoeg gehad? Mooi wel en dan? Ik heb gewoon wat boterham gehad. Maar nu wil ik hamburgers. Ik heb mega honger vandaag. Hmm, heb je wel een groeispeurt of zo? Dan kun je zo ontzettend veel eten. Meer dan papa en ik samen. Wat? Spurt? Nee, ik wil niet rennen. Ik wil hamburger eten. Mama, ik heb honger. Alsjeblieft. Maar Julian, we hebben net een uur geleden ontbeten. Hou je even in. Eet anders wat fruit. Een appel of een banaan of zoiets. Mm, hamburger McDonald's, dat hebben we lang niet meer gehad. Die heb ik er ook wel zin in eigenlijk. Er is in ieder geval nog een hele hoop fruit. Appels liggen in de keuken. Geweldig, nu heb ik twee appels gehad en nog meegehongerd. Mama, ik wil een hamburger. Hamburger. Mm. Hé hey Julian, dat is mijn bal. Die had ik boven mijn kamer. Die heb ik gevonden. Zo dus spelen we samen. Prima, speel mij de bal. Ja, oké, okay, wacht even. Hé, hey, mag ik ook meespelen? Hé, hey, mama, ja, kom maar op mijn plek zitten. Ik heb geen zin meer om te spelen. Ik heb geen zin, ik wil liever hamburgers eten. Oké, okay, Hanna, speel de bal naar mij. Julian, wat is er met je? Mama, papa, ik wil iets belangrijks met jullie bespreken. Iets heel belangrijks. Ik moet echt iets kwijt, namelijk ik heb mega, mega honger. En jullie willen me niets te eten geven. Ja, Julian, dat is niet waar. Enkel appels en bananen, dat helpt niet, dat vult niet. Ik wil hamburgers. Alweer het thema hamburgers. Ik heb nu ook zin in zo'n cheeseburger, zo'n goeie. Oh. Julian, dan moet ik nu middag eten gaan maken. Dat wilde ik later pas doen. Ik wil burgers. Vraag eerst Emma en Hanna of ze ook honger hebben. Papa, wat vind jij ervan? Je hebt nog helemaal niets gezegd. Stel je eens voor dat je zo'n malse flinke hamburger eet. Oh, man. Mmm. Uh, uh, je hebt wel eens gelijk. Uh, Claudia, ik heb een idee. Hey, jullie twee, hebben jullie al honger? Waarom eten bedoel ik dan? Willen jullie al wat eten? Oh, ik heb eigenlijk nog geen honger, maar als jullie iets eten, eet ik wel mee. Ik heb ook nog geen honger, maar ik heb ook net ontbeten. Uh, Claudia, ik heb een voorstel. Als jij nu eens wat uitrust, dan los ik dit wel op. Jij maakt eten? Ja, dat komt goed. Je hebt de afgelopen dagen zoveel gekookt, zie ze om de kinderen bekommerd. Rustig wat uitlieverd. Och, dat is lief, Martin. Ik ben benieuwd wat het wordt. Oh, mannen, oh, mannen, mama, mama, mannen, mama, mama, kijk, hamburgerreclame. Oh, man, toch? Mama, je weet dat ik zo, um, zeker, nou, meer dan honderd dagen al geen hamburger meer heb gehad. Of zoiets. Ik moet een burger eten. Nou, dat klopt niet hoor. Je hebt pas nog één gehad. Oh, ik snap dat niet. Hoe kun je nu zoveel van een hamburger houden? Hoewel, ik eet ook wel heel graag poffertjes. Maar ik bedenk me iets, iets waar ze alle blij mee zijn. Zelfs Claudia. Hmm, daar heb ik broodjes voor nodig. worstjes vlees. Hmm. En dan nog wat sla, zodat Hanna en Claudia ook blij zijn. En natuurlijk het belangrijkste vandaag, een grill. En nu zijn de huisgemaakte hamburgers klaar. Claudia zal blij zijn en jullie sowieso. Dan nog wat ketchup, mayo, perfect. Kut Claudia, het is klaar. En vandaag hebben we hamburgers. Wow, papa, je bent de beste. Hmm, het ziet er lekker uit. En ik heb ook nog wat hotdogs gemaakt. Wow, supercool, papa. Deze hamburgers zien er heerlijk uit. Martin, het ziet er echt geweldig uit. Wow, papa, dit is echt geweldig. Nu hoef ik niet meer naar McDonald's. Je kunt altijd burgers maken. Speciaal voor mij.